Visio is een school voor blinde en slechtziende kinderen in Grave. Gisteren werd daar een nieuwe bibliotheek geopend. Nu denkt u misschien, wat maakt dat zo bijzonder? Dat hangt eraf van hoe je het bekijkt, zowel letterlijk als figuurlijk. Nou, we hebben vandaag de feestelijke opening van onze Biep op school. En dat is een heel bijzonder moment, omdat we ook een cluster 1 school zijn. Het is een school voor blinde en slechtziende leerlingen. En we willen ook dat iedereen leest, dus ook deze leerlingen in braille en in vergroot letterboek. En nou, het verschil zit hem in de boekencollectie. Naast de reguliere boeken die je in een biep in de woonplaats vindt, hebben we hier ook brailleboeken en jumbo letterboeken. En we maken gebruik van luisterboeken hier op school. Hier heeft u dus een jumbo letterboek. Daarin ziet u dat de letters ook vergroot weergegeven worden. En daarnaast hebben we ook brailleboeken. Nou, hier bijvoorbeeld dagboek van de muts. Allemaal op braille, de voorkant ook in braille, zodat de kinderen ook weten wat ze lezen. Nou, het boek wat ik als laatst gelezen heb, Briefjes voor Pelle. Een heel mooi boek over waarbij de vader is overleden van Pelle. En deze vader heeft in zijn nalatenschap allemaal briefjes in een doos gestopt voor Pelle. Dat raakte me ook heel erg. Zij las toen een stukje voor uit het boek. En toen heb ik ook besloten het boek te gaan lezen. Nou, ik wilde eigenlijk nog een verhaaltje voorlezen. Hebben jullie daar zin in? Ja! Nou, mama, papa en de andere kinderen rennen naar boven. Ze draaien windespak met knuffels om. Alle knuffels van de supermarkt zijn weg. Mijn lol zit erin om een wereld te vertellen die je in je fantasie helemaal voor je kunt zien. En dat je dan zo meeleeft met de hoofdpersonen, dat je als je het boek dichtslaat, dat je het gevoel hebt dat jij erbij was. En dat je het hebt meebeleefd. Waar zijn al die knuffels uit de winkel? Vraagt papa streng. Windes lippen trillen. Nee, niks ervan, zegt papa. Niet brullen, netjes antwoord geven. In de wc? Allemaal zwemmen, zegt Winderen. Dat vinden ze leuk hoor, papa. En of je nou doof bent, blind of spastisch, of op een andere manier met een beperking. Verhalen zijn voor alle kinderen hetzelfde. Ik zou wel een boek kunnen schrijven waar een blind kind in voorkomt. Want dat heb ik inderdaad nog niet gedaan. Ik heb werkelijk alle soorten kinderen erin, maar nog geen blind kind. Dus die suggestie neem ik mee. Nou, vindt papa dat ook leuk? Nee! Ja, het is ook wel knap dat ze zo'n boek kan schrijven. Sommige dingen wist ik ook nog niet. En ja, het was op zich ook wel een grappig verhaal. Wat ze voorlas. Voor kinderboeken moet je natuurlijk toch eenvoudiger taal gebruiken. Kortere zinnen. Een minder ingewikkeld plot. Het moet passen bij de leeftijd van de lezer. En die moet je altijd in gedachten houden. Ja.